Ja, vrienden, wat hebben we allemaal niet te stellen gehad al met onze drie hazes. Ja, alleen al het gedoe met zijn Moontje, weet je nog? Ja, dan ging je met Moontje, was gelukkig met Moontje en met de kleine Dreetje. En toen ineens ging het allemaal mis. En toen kwam er Sarah 1 en toen kwam er Sarah 2 en toen kwam er nog een ander en weet ik veel. En dan ging hij weer met de trouwen en dan ging hij weer niet met de trouwen. En wat een puinhoop was dat zeg. En dan heb ik het nog niet eens over dat hij toen was hij in één keer weer mentaal was hij uitgeput. En had hij een burn-out en het kon hij niet meer aan. En toen bleek het dus een drugsverslaving te zijn. En toen moest hij daar weer voor behandeld worden. Nou, in ieder geval, er was altijd wel wat aan de hand met onze Dreetje. En daarna kregen we natuurlijk ruzie met zus, met Rox. En ruzie met Ras, met moeder. En dat ging ook allemaal tegen elkaar. En nou, goeiedag zeg. Er was bijna elke dag wel iets aan de hand met onze Dreetje. Maar, ja, vrienden, toen kwam ineens de ommedraai. Toen ging het ineens weer goed. Hij was weer clean, onze Dree. En onze Dree, oh ja, intussen zette hij ook nog even de muziekproducent aan de kant. Ja, Bram Koning, hup, die kreeg ook een gooi. Want het moest allemaal anders natuurlijk. En hij ging weer optreden. En hij was weer sterk. En Dreetje was weer helemaal terug. Nou, en toen kwam dus nu dan de nieuwe single. Ja, die komt uit. Nou, dus een enorme aanloop werd er genomen. Hè, als hij een verspringer was geweest, was hij ongeveer buiten het stadion gestart. Ja, in een andere postcode. En daar komt onze Dreetje aan. De nieuwe single is daar. En wat blijkt? Beschuldigd van plagiaat. Ho, ho, lekker dan. Ja, dat zijn lekker dan. Ja, dat is onze Dree. Ja. Oh, vrienden. Ik ga het jullie even laten horen. Lier, let op. Dan komt je aan, hè. Het schijnt dus te lijken. Het lijkt dus op een liedje van Fire of zo van een The Grawl. Nou, goed. Die ga ik jullie eerst laten horen. Hier, let op, hè. Dan komt je aan, hè. Dan komt ie. Oh, wacht even terug. Zo. We are the champions. En er komt nu Dree. Ja, dat. Oh, en nu even omgekeerd. En nu begint Dree, hè? Let op. Daar komt Dree. En dan nu weer de Grawl. Ja, vrienden. Ja. Het lijkt wel op elkaar. Ja, het lijkt op elkaar. Ja, zeker. Ja, ik ga niet zeggen dat het helemaal gejat is. Nee, maar het is wel een beetje gepikt. Maar of het plagiaat is, vrienden, nou, dat weet ik niet hoor. Maar wat ik wel weet, is dat het weer onrustig is rond de naam Hazes.